Do you know the way? Welkom iedereen bij Clash Royale Funny Moments. Damn, ik ben er weer helemaal klaar voor. We hebben meerdere video's openstaan. En zoals jullie weten, gaan we dan kijken naar de funny moments die over de hele wereld. Over de hele fucking wereld. Dion, is het lekker? Hey, jij wilde opnemen dat ik het eten was, ja? Jij maar lekker door eten. Okay. Dan gaan wij lekker de video bekijken. Dion, ga maar weg. Zo. 12 seconds later. Kom maar, we mag er wel weer bij. Kom maar. Zo zijn ze al bijna te huilen. Ah. Even kijken, maar goed. We waren bezig met funny moments. Heb je dat meegekregen? Nee. Oh, nou, we zijn dus bezig met funny moments. Blijkbaar. Oké. Oh! Wow. Oké. Ja, mooi. Nice. Mooi. Geweldig. Oké, moet even inkomen. Ja, ja even inkomen. Oké, Hawk Rider. Wat gaat hij doen? Aan beide kanten. Oh, gaat. Gaat denk ik niet. Oh, huh? Nee. Mijn teammate must be stupid. Ja, inderdaad. Oh, wat een noob. Wat doe je? Hij zit vast. Oh, wauw. Die zit zeker ook vast. Huh? Oh, nee, hij zit vast. Nu zit die andere vast. Hij kon hem wel wegpushen, maar die andere zit vast. En hij gaat er achteraan, let op, ik weet het zeker. En. Oh, kan hij het doen? Oh, nee. Oh, shit. Turn. Wat? Oh! Nee. Wauw. Dit is gewoon het allerbeste wat je kan doen. Het is gewoon het allerbeste. En de barrels. Allebei de barrels worden niet gezapt. Let op. En ja, dat dacht ik al. Oh man, hoe zielig. Hoe zielig. Helaas. Mission failed. Maar ze gingen op de main tower, dus dat is sowieso niet echt heel erg goed. En wat gaat hier gebeuren? Oh nee. Oh my god. Dit is zo nice. We zien het weer. Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Nee. Eens even kijken, waarschijnlijk gaat dat hier weer eigenlijk gebeuren. Eigenlijk moeten de troops gewoon door elkaar heen kunnen lopen of zo. Ja. Oh shit. Oh nee, aan beide kanten. Oh, ze gaan net. Oh, jawel, ja, net wel, ja, net wel. Net wel. Oh, zo vies. Hier heb je nummer 12. Mm-hmm. Level 12. Bommannetje. Die is zo sterk, hè? Nee, maar toch niet. Hij is eigenlijk super een van de slechtste in Pro Leagues. Nou, ik gebruik hem ook veel, hoor. Ik vind hem op zich wel chill. Ik gebruik hem niet heel vaak, maar ik vind hem wel sterk. Hij is heel makkelijk te counteren, omdat hij ja, dat is wel, omdat hij geen air kan pakken. En... Oeh! Huh? What? Oh, nou, dan maar die kant op, hè. Boeien. Net iets te ver stond hij toch. Ja, en dit is denk ik beter. Alweer een freeze! What? Oh mijn god, dit is zo perfect getimed. Met een 1 HP fucking Pekka heeft hij het kunnen doen. En he dies. En twee Sparkies, klonen ze. En allebei dood. Wel omdat de touw kunnen pakken. Omdat hij achteruit schoot, vanwege zijn eigen TV'er. Oh man, allebei dood. Er kwam hier een range van zijn tower. Ja. Even kijken, wat gaat deze doen? Die gaat full hand mode. Deze is altijd full hand mode, echt niet normaal. Door de tornado kan hij nog een keer dat doen. Ja, dat vind ik altijd zo over... Oh nee, hij hit er vanaf hier. Oh ja. Ik zie het nu inderdaad. Oh, ik dacht even dat ze het nog een keer ging doen. Zo'n dodge erop af. Ja, dat was ook op één geweest. Ja, dat de meeste doen dat wel. Mm-hmm. Even kijken, wat gaat hier gebeuren? Oh, die is helemaal bezig met die... Uh-oh. En hij gaat 360 no-scopes doen. Oh, ja hoor. 360 no-scope en... Oh, en... Gaat hij doen? Ja hoor, boom! Oh, en hoppakee, 360. Ja, mooi. Leuk. Ja, we hadden wel door dat het een 360 was hoor. Electro Wizard! Oké. Electro is een OP, jongen. Ja, met de balloon erbij. De balloon daarboven. Oh, en de Inferno Tower. Wat gaan ze doen? En hoppakee. En. Oh. Hij is nu al zo lang levend. Heb je dat door? Ja, gaat denk ik finishen of niet? Ik denk dat hij het ook gewoon compleet gaat finishen. Deze tower in ieder geval. Nee, hij gaat dit helemaal ding finishen, is nu al denk echt, ik. Dit ding is al 3 jaar gewoon levend. Hij gaat hem helemaal finishen, denk ik. De hele game. Nee. Maar dat is dom. Waarom doet hij die Inferno Tower daar? Oh ja, waarschijnlijk om je ballon tegen te houden, maar... Dat heeft toch geen zin, want er zijn elektro's ernaast. Uiteindelijk is hij dood gegaan. Even kijken, een ballonnetje tegen een ballon en die gaan tegen elkaar, let op. En dat dacht ik al. Hoppakee. Kan geen damage doen. Nice, well played. En hier wordt net op tijd well uitgemaakt. Well played. Dat was een mooie. Oh shit. Princess. Met de Dark Knight, of hoe je die ook noemt. Ja, Dark Knight. En nog een prinses. En die gaat ook weer dood. En, oh nee. What the fuck? Well played. Oh. Well played. Ik wist niet dat 2-1 kon. Ja, splash damage wat je doet. Oké, dat wist ik niet eens, maar oké. Nice. Even kijken, de Wizard tegen. Allemaal Wizards? Holy fuck, oh nee. Nee! Dat is zo satisfying. Dat is OP as fuck. Dat is OP as fuck. Zo satisfying. Ja, inderdaad. Okay.
snap niet waarom je dat zou doen. Kijk, in zo'n situatie was hij goed geweest, maar hij deed niks. Tja. Even kijken, wat hebben we hier? We hebben hier een... ik hoop dat hij een, hoe heet het, voor hem heeft. Oh, nice. Oh, nice. Ik wilde vragen, ik hoop dat hij een tornado heeft, maar ja, dit werkt ook. Ja, inderdaad, dit is perfect. Oh, arrows. En... Huh? Hoezo deed hij dat? Hij lacht. Oh, hij denkt dat hij heeft gewonnen. Oh, dat is vies. Oh, hij denkt dat hij heeft gewonnen. Oh! 1 health over. En nu wordt hij afgemaakt. Let op. Nu wordt hij kapot gemaakt. Karma is een bitch. Als hij de arrows nog had, dan had hij gewonnen. Nee, nu en is gewonnen. Boom. Afgelopen. En nu huilen. Oh, dit is het fijnste wat er is. Ja, inderdaad. De hardste karma ever gewoon. Dit is echt de beste. Ja, gaat hij hem goed plaatsen? Dat is de vraag. Oh, man. Oef. Hij is wel dood. Ja. Gaat er nog een... En nog één keer, ja. Oeh, lekker hoor. Heerlijk. Mooie shot. Ja, kijk een pusher. Holy fuck, kijk dat dan. Waarom is hij... Oh. En, oh, deze hebben we al een keer gezien. Ja, deze hebben we al een keer deze gezien. Deze gaan kloppen, dat deze van deze de... Deze had een keer in zo'n compilatie. Around the world, around the world, around the world. Super dik. Oké, okay, wat hebben we hier? We hebben hier last van een... And he dies. Oh, toch nog de bom kunnen gooien en... Nee, toch niet dood, toch? Jawel, geweldig. Nee, ik dacht even de wizard. Nee, wizard niet, maar de tower is belangrijker. Ja, dat is waar. 2 golden barrels. En... Hoppak, ja hoor, perfect geplaatst. Oh, calculated. Kijk dan. Ook nog een lock volgens mij, of niet? Nee. Wel calculated is fuck trouwens. Ja, dat zeker weten. Oh, grinder. Ga maar. Oh, toch niet. Oh, omdat het een tower werd. Ja. Oh, man. Dikke troll. Kijk dat. Well played. Hij denkt nu, yeah. Oh, gaat hij hem duwen? Hij gaat het duwen. Ja, hij moet wel snel zijn. Come on. Allebei. Oh, de sacrifice. Inderdaad, opgeofferd. Nice. Well, dankjewel, Dark Goblin. Zijn ze toch nog ergens goed en voor? En jou hoor, main tower. Nee, toch niet. Toch niet. En de tower gaat gewoon... Ja, nu moet hij wel, wou zeggen. Nee. Nu moet hij wel. Maar ja, dat was niet worth it, denk ik. Nee. 2 keer 3 elixir. En jou hoor. En de ballon gaat down. Ah, gaat hij net hitten. Oh, dom. Nee. Fucking dom. 6 elixir. Poef. Weg. En jou hoor. Wat gaat hij doen? Ja hoor, nu gaat hij 1 op hem af en dan wordt hij instant doodgemaakt. Nee, ga hem juken denk ik. En boom! Nee, net niet oh, denk wow. Ik. Oh wow. Oh, bowlers, die dingen zijn OP. Ja, die bowlers zijn echt sterk. Oh! En hoppakee clone en afgemaakt. Net op tijd, anders waren ze wel kapot geweest. Ja, inderdaad, dan was alles dood geweest, instant. En dit is ook een mooie combi hoor, dit is echt een mooie combinatie. Kijk dan, en boom, ga niet tot de main tower en... Ah, die bowler pusht hem terug. Waarom was hij niet gefrozen, tower? Ja, nou, whatever. Waarom zou je dit doen? Waarom werden het er 3? Maar ik vraag me af waarom je het überhaupt zou doen, maar dat is super squishy. Ja, dat ook. Ja, heel vaag. Maar hij zit vast. Nice. Ja, oké. Okay. Nou, dat waren de funny moments van vandaag. Hopelijk vonden jullie het super tof. Laat er zoveel mogelijk blauwe duimpjes achter. Abonneer natuurlijk op ons kanaal. Check deze video's hier in beeld. En tot de volgende video. Peace out.